Meneer De Wit is verwezen voor een darmonderzoek of coloscopie. Hiermee wordt nagegaan of er afwijkingen in de darm aanwezig zijn, zoals bijvoorbeeld een ontsteking of poliep. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik kom voor een darmonderzoek. Goedemiddag. Voor een dikke darmonderzoek? Voor een dikke darmonderzoek, ja. Is het goed gegaan met de voorbereiding? Ja, prima. Ja. En u bent gezond aan hart en longen? Ja. Geen bloedverdunnende medicijnen? Helemaal niet. Prima. Mag u plaatsnemen? Oké, doen we dat. Met dit onderzoek wordt de dikke darm bekeken. Het is voor de coloscopie noodzakelijk dat de darmen goed schoon zijn. Resterende ontlasting kan een goed zicht op de darmwand onmogelijk maken. De arts schrijft een laxeermiddel voor als voorbereiding op het onderzoek. Het is van belang dat u de gebruiksaanwijzing goed opvolgt. Hoe schoner de darmen zijn, hoe beter en veiliger het onderzoek kan worden uitgevoerd. Meer drinken bevordert het resultaat van de darmreiniging. Zorgt u ervoor dat u na het innemen van het laxeermiddel in de buurt van een toilet blijft. Meneer De Wit. Goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Mijn huisje, ga u meenemen voor het onderzoek. Oké, prima. Ga deze kant op. Oké. Voor het onderzoek wordt u gevraagd of u een roesje wilt. Ik ga u het slaapmiddel geven. Het onderzoek wordt uitgevoerd met een coloscoop. Dit is een flexibele slang met aan het uiteinde een cameraatje. De scopie wordt verricht terwijl u op de linkerzij ligt. Via de anus wordt de coloscoop in de endeldarm gebracht. Vervolgens wordt de scoop geleidelijk opgevoerd tot aan de dunne darm. Daarna wordt de scoop teruggetrokken. Tijdens het onderzoek kan u gevraagd worden om op de rug of de rechterzij te gaan liggen. Om een goed zicht te krijgen op de darm, wordt via de coloscoop lucht ingeblazen. Hierdoor kunnen soms pijnlijke krampen optreden. Ja hoor. Soms zal de arts een hapje nemen uit de darmwand voor verder onderzoek. Dit wordt een biopt genoemd. Dit is niet pijnlijk. Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten. Mooi. Vaak zal de arts meteen de voorlopige uitslag aan u meedelen. Het onderzoek van weefselstukjes duurt echter een paar dagen. Het onderzoek is heel goed gelopen. U had de darmvoorbereiding goed gebruikt, dus de darm was heel goed te beoordelen. En ik kan u zeggen dat ik geen ernstige dingen heb aangetroffen. Dat is fijn. Mooi. U hoort de rest via de poliarts. En dan wens ik u het allerbeste. Hartelijk bedankt. Dag hè. Dag. Misschien dat u na het onderzoek wat diarree heeft. Daarom raden wij u aan om extra ondergoed mee te nemen. Na het onderzoek kunt u weer gewoon eten. Als u een roesje heeft gekregen, kunt u meestal na anderhalf uur onder begeleiding naar huis. De arts die het onderzoek heeft aangevraagd, bespreekt met u de resultaten en de eventuele behandeling.